Pak hem maar! Gesaust! Oké, maar kom maar, kom maar. Mijn naam is Defano Holwijn en dit is Red Bull Rap Champs. De gameshow die volledig draait om rap en hip-hop. Iedere aflevering strijden twee teams gevuld met jouw favoriete artiesten tegen elkaar. Om erachter te komen of ze net zoveel van rap weten als jij. En de titel staat natuurlijk weer op het spel: de Rap Champs van Nederland. En ook deze week, zoals altijd, gaat het verliezende team hier staan en het winnende team promoten in deze camera. Heren, duidelijk. Ja, voor mij wel, jou. Heren, duidelijk. Ja, helemaal duidelijk. Dan is het gewoon super duidelijk en kunnen we beginnen. Rap Champs, let's go. In Red Bull Rap Champs spelen we vier rondes en het team met de meeste punten aan het einde van de aflevering wint. En we hebben natuurlijk weer een sterrenline-up voor jullie klaarstaan. Aan mijn rechterhand hebben we een man die geen moeite heeft met competities tegen andere rappers. Hambo. Je kan hem kennen als rapper, acteur. Big facts. Labelbaas. Big facts. Maar toch ook als hinderlijk. Het is Negatief. Naast Nega staat een kwart van de Nederlandse volkshelden van de jeugd van tegenwoordig. Hij heeft elk festival gesloopt die er in ons land bestaat. En vandaag is hij hier om hetzelfde te doen met zijn tegenstanders. Ik heb het over Willy Warta. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook sterren staan. De man die de scene binnenstormde met verbrand rubber op de weg. Hij heeft voor elke situatie wel een plan A en B. Hopelijk heeft hij vandaag geen backup plan nodig. We hebben het over Jack. Thanks for having me. En naast hem hebben we iemand die rechtstreeks uit de straten van Amsterdam-Oost komt. Maar zijn ambities die zijn grenzeloos. Net als zijn partner hebben we hier te maken met een echt probleemkind. Het is MRD. Ik wist niet dat hij ook uit Amsterdam-Oost kwam. Wow. Shout out, man. Thanks, man. Kruger. Naar jou ook, man. Kruger. In deze buurt, man. Dus je voelt meteen een connectie. Double O gang, toch? Zo is dat zaken, toch? Double O gang. Ben je ook uit Oost? Ja, man. Krugerplein. Ja? Ja, man. Oké. Okay. Maar Oost, daar is het begonnen. Oké, nee. Duidelijke taal. Laten we meteen doorgaan naar jullie teamnaam. Ja, jij hebt de goede, toch? Sexy Boys. De Sexy Boys aan de rechterkant. Klap iets! Rechts, de Sexy Boys. Andrew Tate. Andrew Tate. Ja, Andrew Tate! Dat is gewacht. Jullie denken gewoon van die man is gecensureerd, we brengen hem terug. Free Top G. Oké. Andrew Tate en de Sexy Boys. Maar wie kunnen we natuurlijk niet vergeten? Huh. We in. Hey! For Showbangers! Dankjewel. Dankjewel. Hi, mom. Onze factchecker, maar natuurlijk ook de man met de hip-hop feitjes. Welk feitje heb je voor ons vandaag? Vandaag heb ik een leuke, denk ik. Voordat Quavo, Offset en Takeoff de Migos heten, hadden ze een andere naam. Weet jullie dat toevallig? Nee, man. Ze heten eerst de Polo Club. Maar dat vonden ze niet hard. Dus zijn ze voor de Migos gegaan. Kijk hier. Wie wist dat? Mind is blown. Shout out for show! Dankjewel. Lekker feitje, maar we willen gewoon door naar de games. En we gaan meteen door naar de eerste ronde. Beeldspraak. De meeste rappers focussen zich op hun eigen bars, maar toch houden ze van vergelijken. In Beeldspraak lees ik 8 bars voor die eindigen met een vergelijking. Dus bijvoorbeeld deze line van Louis Vos. Ik ben op pasta, net pesto, en ik wil draaien net... DJ Chesto. Chesto, inderdaad. Dus aan jullie de taak om te raden met welke vergelijking de bar eindigt. Het team dat als eerste op de knop drukt krijgt de beurt. Heb je een correct antwoord, krijg je 5 punten. Maar voor een grappig antwoord, al heb je het fout, kan je toch 2 punten verdienen. Dus ga er gewoon voor. Gewoon gokken, als je het niet weet, gewoon gaan. Is het duidelijk? Ja, man. Duidelijk? Ja. Het is super duidelijk. We zijn klaar om te gaan en gaan beginnen met metafoor 1. Deze taya ben ik in een droptop. Ik heb veel saus, ben een... Hotdog. En dat is het correcte antwoord. Ja. Sexy Boys, hadden jullie dit ook geweten? Nee, man. Nee. Deze kennis is ver van mij, man. Ik ben blij dat ik het mogen aanschouwen, man. Prachtig. Hey, nigger.
Ik weet dat die van Henkie is, maar ik froze. Oké, dus je bent in de buurt. Dat is spannend. We gaan door met line 2. Ik flex zo hard, ik krijg spierpijn. Dus sluit jezelf af van emotie. Je wil hier zijn. Nee, dat is helaas het foute antwoord. Ik ga de line afmaken voor de heer. Ik vind het wel creatief gedaan. Maar ik kom je nu bevrijden, net als... Wauw. Oké, ja. Jammer. Maar wat was het dan? Ik ga die boys wel 2 punten geven voor. Ze hebben het geprobeerd, creatief. Er kwam niks gewoon, man, boys. Boys, er kwam gewoon niks, man. Dus die politiek. Okay, maar ik wil nou weten wat het is. Politiek. Het antwoord is 4 mei. Ah, tuurlijk. Domme lijn. Maar ja, 5 mei is eigenlijk bevrijdingsdag. Ja, maar maakt niet uit. Maar je snapt het. Hij moest rijmen. Daarom is hij dom. Van wie is hij? Frenna, in de trekking kom bij je. Nou, spang. We gaan door. Line nummer 3. Alias. Ik stress niet om hoes en zo. Money viel. Nu vallen ze net. Domino's. Oh. Ja, domino. Ja. Van wie is die? Ik wist hem. Ik ook. Wist je dat of heb je gewoon... Nee. Ik hoorde hem echt en toen dacht ik van... Rijmen. Oké. Van wie is die? Het is van Seven in de track Patse Gedrag. Sterk. Wisten jullie die? Ja, man. Oké. Line 4. Kijk. Je kan alles bereiken. Het maakt niet uit waar je geboren wordt. Ik ben in het veld en zie getallen als een... Scorebord. Ik ben sneller dan je neefie. Langzaam, dankjewel. En ik wist het niet, maar ik ga hem jatten van je scorebord. Voor zo. Ja. Nee, maar wacht. Ja, Harry, je moet oppassen. Ja, okay. Gewoon je mond houden, je mond houden. Krijgen wij nu ook 2 punten voor de moeite? Niet. Nee. Dus die man kreeg 2 punten omdat hij zei hier zijn en het was helemaal lef van die antwoord. Ik gaf naar de VAR. Nee. Nee, man. Boys. Dus niet meteen antwoord geven, pas wanneer je de beurt krijgt. Pas wanneer je de beurt hebt, bro. Antwoord geven. Adem even rustig, boys, rustig. Oké. Van wie was die? Deze was van Boef in de track Ratata. Oké. Line 5. Waai met de wind mee, draai met die wind mee. Terug in de waggy, windows open net als... PMC. Geef me mijn punten, bro. Als wat? Pimpsy, hij bedoelt Pimpsy. Heren, hebben jullie een idee? Waai met de wind mee, draai met die wind mee. Terug in de waggy, windows open net als... Iets met PC. PC. Bijna. Bijna. Het is windows open net als XP. Ja, maar voor die computernerds. Van wie is die? Van Winnen. Die moesten jullie weten daar eigenlijk, toch? Eigenlijk wel, hè? Is ons broertje toch Winnen? Ja, nee. Hij is nu thuis, man. Hij mocht niet weten. Sexy boys. Sexy boys. In de track Wandel met me mee. Ja, oké. Jullie waren dichtbij. Line 6. Ben nu waar ik thuis hoor. Nega is mijn dog. En ik heb zijn bek als een... Wauw. Melkor. Ja, man. Van wie is deze track, Nega? Je weet het echt niet. Het is niet van Lange Frans. Ja, is het daar? Is het zo spannend? Nee, maar het is een periode in mijn leven die ik heb afgesloten, mensen. Maar wat is die lijn? Ik weet het allemaal niet meer. De track is van Keizer. Ja. Weet je welke track? Nee, boeit ook niet. Ja. We gaan verder. Keizer, koning, admiraal. Goed zo, we gaan verder, jongens. Volgende vraag. Awkward. Awkward. Ja, oké. Ik wist niet zo... Ik wist niet wat zo thee, toch? Oké. Line 7. Geen rap. Ja, dat komt door de race, gek. Ik leg je body plat, net een... Te laat, bro. Maar wacht. Ze waren echt eerder. Ze waren echt eerder. Hoela. Ja. Maar Anu was al weg, ging hij drukken. Ik weet niet van wie die lijn is, maar hij was zo voorspelbaar. Dat is natuurlijk een placemat. Ja, dat klopt. Ja. Ik kan niet terugkijken nu, man, broer. Sorry. Ik denk dat zij weten van wie de track is. AK. De track is inderdaad van Joey AK in de track Zo Geleefd. Sterk gedaan, heren. Sterk gedaan. We gaan naar line 8, de laatste line. Er zijn nog punten te pakken, heren. Dat zeg je tegen hun, toch? Line 8. Wat? Ik praat niet veel. Ik rap veel. Ik sta niet stil. Ben all up in that ass. Treadmill. Een treadmill is niet in de ass, toch? Wow.
Je zei nog, wat was die? Nee, nee, niks. Laat maar zitten. Ja, ik hoorde die laatste lijn. Was het rap veel? Ik praat niet veel. Ik rap veel. Ik sta niet stil. Ben all up in that ass als een... Z-pil. Z-pil, ja. Ja. Ik weet niet wat voor rare dingen Nega doet. Nee, maar ik hoorde renfield, dus ik dacht treadmill, maar ik had je uit moeten laten praten. Je hebt treadmill in je ass, doe normaal, man. Line 8 betreft de setpil was van Styx, Great Minds, in de track Dog. Ja, maar bij die pokoe luister je eigenlijk ook alleen maar naar de verse van Kleine Viezerik, toch? Wauw. Ja, kom op, Kleine maakt dood op die pokken. Hij maakt wel brokken. Ja, ja. Hij maakt wel brokken. Oké, dus dat is zeg maar een excuus om treadmills. Ja, oké, okay, no span in ieder geval. Nega, heb je enig idee hoeveel het zal staan? Ik weet sowieso dat we... Staat gelijk of we staan voor? Volgens mij staan we net voor met twee. Twee gestolen punten. Oké, okay, we gaan het zien. For Showbangers heeft de tussenstand. De tussenstand naar ronde 1. Andrew Tate. 10 punten. Woe! Maar aan de leiding, Sexy Boys met 22. Gang, gang. Nu voor fucker. Wat heb ik gemist? Jullie klappen niet voor ons? Jullie klappen niet voor ons? Wat hebben we gemist? Applaus met zacht voor jullie, man. Wauw, man. Aan de leiding, Sexy Boys met 22 punten. Hey. Ze klappen echt niet, man. Shit is on. That shit on. Het is een mooie tussenstand, maar er zijn nog genoeg rondes te gaan en genoeg punten te pakken. Op naar ronde 2, timer. In de tweede ronde spelen wij timer. Elk team krijgt een stapel kaartjes waarop woorden, namen en voorwerpen staan die te maken hebben met de hip-hop muziekindustrie. Beschrijf het woord aan je teamgenoot zonder het woord op het kaartje te benoemen. Elk goed antwoord is 2 punten waard en jullie krijgen 75 seconden om zoveel mogelijk woorden te raden. Je mag niet neuriën, gebaren of rijmwoorden gebruiken. We beginnen met het team dat de minste punten heeft en dat is in dit geval Andrew Tate. Wie gaat raden? Ik ga raden. Het is tijd om te timeren, de regels zijn duidelijk. We gaan beginnen in 3, 2, 1, go! Oké, okay, je gaat de album droppen en je moet op Instagram posten waar al die pokus op staan. Tracklist. Samen. Waar ik van Hef was geweest? Podcast. Ja, toch. De jeugd van tegenwoordig, is je een beetje dizzy Nederlandse kill? Ik ken die naam van de gasten niet, man. Niet Jordans, maar dan van Adidas. Yeezys. En dan die slippers. Slides. Ja, zo. Een festival groot in Nederland. Wow. Niet hoog. Te laag. Lowlands. Ja, dankjewel. Ik wist dit toch maar niks. Die mannetje maakt die beat en aan het begin zet hij ze. Tag. Ik gun hem goed. 101 bars killer. Vaak. Mokromania. Ja, zo. Oké. Als we uitgaan, geen champion, maar. Great good. Moos, die bruine. Hennessy. Ja, zo. Show, dan krijg je. Zeg maar die Henny, maar dat heet. Ga door. Amerikaanse prijs, zo gekke. Jackson Lekker. Ja, zo. 10 seconden. Die Tory van. Oh, je mag niet wijzen. Ja, dat Sneller. Jaxi. Go. Je bent in de studio, je gaat opnemen dat dingetje wat voor de mic is. Mondkapje? Nee, dat ding voor de mic. Plopfilter. Nee. Ja, ik ken hem goed. Oké, helemaal goed. Nederlandse rapper, hij is super slecht en hij ging het transwiepen. Hij heeft een hele stad. Jimmy. Ja, hij heeft een hele stad aan de rapper, kant. Rapper, niet Jimmy, maar juist. Die gasten, als je bij ze tekent, pakken ze al je money met een kutcontract. Bedoel je het op dat? Jan de Man. Jan de Man, wat was Jan de Man? Weet niet meer. Jan de Man, wat was zijn functie? Label, niet het hoofd. CEO. Die eronder. Ga naar de volgende. Volgende. Oké, die rapper uit Groningen, hij rapt. Dat wordt heel snel. Ik ken alleen een papa. Wat nou als het lukt? Ja. Ja, goed. Ja, oké. Dat album in 2015 wat Ronnie Flex, Frenna en iedereen heeft gelanceerd.
Album? Juist, ja, helemaal goed. Je weet toch, ik doe het nooit als ik wat te zeggen heb. Doe ik het in visie, maar doe ik het stiekem. Dan is het een ondergrondse belediging. Oké, dan luister dan. Ik heb het heel goed. Ik heb heel veel. Als je heel veel woorden hebt, dan heb je een grote. Stop. Was fout? Sexy boys, ja. Oké. Klop, kap. De Sexy Boys hebben hartstikke hun best gedaan. Jullie hebben volgens mij uit mijn hoofd wat minder goed dan... Omdat je langzaam bent, hoor. Ik was fucking goed, man. Je beschreef wel goed. Ja, ik was niet daar. Jan de Man was nog een manager. Ah, ik wist het niet eens. Management. Welke wilde je nog meer tegen hem vertellen die jij niet wist? Laatste ook woorden, schat. Dat kon je wel beter omschrijven, man, bro. Ik heb veel woorden... Ja, woorden was fout, man. Voordat we überhaupt naar de tussenstand gaan, ben ik benieuwd hoeveel woorden ze goed hadden bij het timeren. Hoeveel had Andrew Tate? Andrew Tate had er 9 goed. Oké. En de Sexy Boys, zij hadden er 3 goed. 3? Oké. Mijn schuld. Ik heb niets aan je, man. Oké. Dus het is comeback season, maar wat betekent dit voor de tussenstand? Voor de tussenstand betekent dit dat Sexy Boys 28 punten hebben, maar aan de leiding gaat Andrew Tate met 29. Ja. Zeg je die snelle gun ik hem wel. Comeback. Ja. Yeah. Jullie horen het, mensen. Het is super spannend. Maar voordat we verder gaan, volg jullie de socials van Red Bull Nederland. En abonneer op het YouTube-kanaal van Complex.nl om altijd op de hoogte te blijven. En ik ga het niet lang houden. We gaan nu meteen door naar ronde 3, de veiling. In de derde ronde spelen wij de veiling. Ik gooi een thema op binnen de rap scene en dan open ik de veiling en mogen jullie een bod doen op basis van hoeveel correcte antwoorden jullie denken te kunnen geven binnen 1 minuut. Het team met het hoogste bod mag gaan spelen, maar lukt het jullie niet om jullie bod waar te maken, dan gaat de beurt naar de tegenpartij en hebben zij maar 1 correct antwoord nodig om al jullie punten te stelen. En nu gaan we door naar het thema van de dag. En dat is... rappers met een eigen label in NL en Amerika. Hoeveel rappers met een eigen label denk je op te kunnen noemen in Nederland en Amerika? En het mogen ook ex-rappers zijn. Overleg even met elkaar. Hoeveel correcte antwoorden denken jullie te kunnen geven? Amerika ook? Ja. Dan weet je hoeveel dat is, bro. Kijk hoeveel dat is. Ik heb een hype zo. Kom maar, wacht. We openen... de veiling. Hoeveel correcte antwoorden denken jullie te kunnen geven? 3. 3. Jullie? Wij kunnen sowieso 4. Makkelijk. Makkelijk, bro. Makkelijk 4. Mislukt, hè? Dat doen wij 7. 7! Ah, dan gaan wij voor 8. Makkelijk 8, bro. Easy. Dan doen wij Donnie. We pakken 11, bro. 11. Kom dan. Zeg echt iets, bro. 12. We pakken 13! 13! 14! 14! We pakken 15! Jongens. 15! Nee, maar hij is echt makkelijk. Kijk, jongens, stress. 16! 16! Kom op, geloof je jezelf! We pakken 17! Kom op, jongens, niet stressen. Kom op, Jackie. Kom op, Jack. 20. Goed. 20! Pak hem maar! Pak hem maar! Gesaust. Oké, maar kom maar. Oké, maar jullie gaan dus niet hoger dan 20? 20 is goed, niet. Man. 20 is goed. We waren bij 4 al fucked up. Okay, ik weet niet eens hoe mijn eigen label heen doet. Wauw. Gefinest. In 3, 2, 1, go. Baby 4PF, Tuck YSL, winnen, Couture 33, Jay Avalon, Stunt, Airlines, Yo Silvio, Hella Cash, Seven, One Oak. Arobit, Spout Business, Ismo Music, Negative Nindo, 10, Lijpen Music, Ali B Trifecta, nog 8, blijf gaan, blijf Louis gaan. Vos Dirty Drip, nog 7, Chief Unforgettable, ja, MPG Joey, ja, Henky T Quattro Vision, nog 4, blijf rennen, hoe lang hebben we nog? 30 seconden. Oké, timer. Weet die... Stress, ik weet het niet. F.I. Green Gang. Capitol Sorry, Records. Niet. Capitol Records, ja man. Ja. Svenny Hard Gold. Wat? Ja, ja. Ja, kom op. 7-7-1 ook. Dat heb ik gezegd. Ze krijgen nog 10 seconden van mij, want hij doet vervelend. Ze krijgen nog 10 seconden van show. 10 seconden. Jaco, Visionaires. Wie? 5. Ga door. 4, nog 1. 3, 2, 1. Good job.
Heren. Fuck. Echt net niet. Jullie zijn gestrand bij 19 namen. Er waren nog zoveel. Maar wel goed, maar wel goed. Maar in ieder geval, de Sexy Boys kunnen 20 punten pakken als ze één rapper met een eigen label op kunnen noemen in NL of Amerika. 50 Cent, G-Unit Records. Had die gezegd? Klappen, jongens. Klap één keer, man. Wauw. Nou, de heren, hun tactiek is gelukt. Heel veel bluff. Maar, wat is de tussenstand? Ik denk dat we allemaal kunnen rekenen, maar ik ben toch wel benieuwd. Dat we voorstaan. Maar krijgen we niet een paar punten gewoon, Boucha? We hebben echt moeite erin gestopt. Hé, luister. In jezelf geloven. Luister, ik ga iets recht trekken. We hebben ooit een fout gemaakt tijdens Red Bull Rap Champs. En toen hebben we gezegd dat Jack zijn echte naam Jack was. Dat klopt niet. Welke rappers begonnen hun carrière bij Rotterdam Airlines onder hun eigen naam? Dus hun artiestennaam is hun eigen naam. Kevin, Jairzinho. Is niet Jack? Ja. Ja, man. Sterk. Oh, okay. En omdat we dat foutje hebben gemaakt, wil ik Jack nu 2 punten gunnen. Twee. Krijg je 2 punten van mij? Hij is dankbaar. Hè? 2! Ik dacht, hij gaat nu komen met die schrijf. Donnie, 5. Dan zijn we nu van jullie, want jouw fouten kosten mij gewoon... Wat is nou je echte naam? Dylan. Oh. Ja. Oké, toch 2 punten voor hen en 20 punten voor jullie. Maar wat betekent dit voor de tussenstand voor show? Dat betekent voor de tussenstand dat Andrew Tate 31 punten heeft. Maar aan de leiding, weer, zijn de Sexy Boys met 48. Oroemangs. 48 punten voor de Sexy Boys, 31 punten voor Andrew Tate. Maar het spel is nog niet gespeeld. We gaan door naar de laatste ronde. Link up. Dit is de laatste ronde. Link up. En in deze ronde draait het allemaal om samenwerkingen. Ik noem een artiest op en aan hen de taak om die naam op te volgen met de artiest waar hij of zij mee heeft samengewerkt. Dus ik zeg bijvoorbeeld Biggie, dan zegt de ander Tupac en dan zegt de ander Dr. Dre. Precies. Elke artiest die in het spel genoemd wordt is 1 punt waard. Maar de punten worden pas uitgekeerd wanneer het spel stuk loopt. Dus hoe langer de link op, hoe meer punten je kan verdienen. Nadat ik straks een naam heb genoemd, mag het team dat als eerste op de knop drukt beginnen. Er zijn heel veel punten te pakken, heren. Doe je best. Let's go. De eerste naam is Biggie Dagu. Yo, Yaka. Frenna. Je hoeft niet te drukken. Bokusam. Ronnie Flex. Boef. Leo Kleine. Isias B. Ja. Kan je boos worden als Sabi, maar dat klopt. Henkie. Chief. Shardy. Wie? Shardy. Wie the fuck is Shardy? Wie the fuck is Shardy? Shardy? Ashafar. Cap. Nee, man. Zag je me verdrinken? Tactisch. Shardy is een rapper uit België. Shana Shardy. Goeie Sorry, rapper. Shardy, ik ben oud. Er zijn wat punten gescoord, maar gelukkig zijn er nog 2 rondes, dus geen stress. De tweede naam in de link-up is K.A. Ja, zijn we Silvio. Jack. Jouw naam toch, joh. Hè? Jouw naam toch? Wat? Jouw naam. Wat is jouw naam? Jairzinho. Jonah Fraser, bedoel je? Ja. Ja, nee, kijk, ja. Vraag het eventjes. Laat me kijken, man. Jezus, met iedereen, toch? Architrax. Is, ja, artiest. Brian. Brian M.G. Brian G. Frenna. Jong Ellie. Wacht, sorry. Ik moet even onderbreken. Ik kan geen pokoe vinden van Jonah en Architrax, man. Oeh, en wie zijn Architrax? Luister. Wacht even, jongens. Architrax. Hij produceert toch? Ja, nee, maar dit was al normaal. Ja, maar het gaat dus zeg maar om vocalen. Hij rapt toch, nigger? Ene keer rapt hij en de andere keer produceert hij. Maar rapt hij op die track? Wij vinden het goed. Verder dan door. Ja? Oké, maar waar waren we dan? Architracks. Nee, we waren verder. We waren bij Jong Ellie. Jong Ellie, oké. Jong Ellie. Nog nooit van gehoord. Jawel, Jong Ellie. SFB. Denk het niet, maar we gaan het even checken. Ik denk het niet. Ik vind het een goed gokje. Mag. Nee, mag niet. Wow, we hebben als je Donnie punten, we hebben het wel ingehaald. Het is helemaal links recht. Nope. Jong Ellie en SFB hebben geen trek, dus de punten gaan weer naar Andrew Tate. Heren, we gaan naar de laatste naam voor de link op. En dit betekent dus, degene die deze link op wint, is de winnaar van Red Bull Rap Champs. Forever?
Forever ever? Forever ever? De laatste naam voor de link-up is... Dio. Sef. Gaspar Doe. Opposites. Opposites. Antoon. Antoon. Oh, ja, mijn dochter is gek van hem. Antoon heeft een pokoe. Heeft hij pokoe met Lil Kleine? Wel te rusten. Antoon. Vijf. Weer zo'n nieuwe rapper. Hey, vier, dit veel. Ik probeer maar wat. Drie. Snelle. Antoon is snel, hebben geen tjong. Nee. Nee? Ja. Je kon heel veel namen opnoemen. Zoals wie? Ik ken die hele... Ik weet mijn dochter luistert naar... Antoon, Jong Ellens. Heeft hij een pokoe met Jong Ellens? Ja, en Party Squad. Never. Serieus? Of Jo Silvio kon je opnoemen. Man, had je zo schattig gezet. Het zijn allemaal van die... Toch, ik luister alleen naar Doofoe nu, man. Ja. Maar dat betekent dat de punten zijn gegaan naar Andrew Tate. Ik heb werkelijk waar geen idee wat de eindstand is of wie gewonnen heeft. Deel het met ons, we zitten vol spanning. De eindstand is geworden Sexy Boys. 48 punten. Maar de winnaars van Red Bull Rap Champs van deze week. Andrew Tate met 54. Free Top G. Pretty man. Sexy Boys. Gefeliciteerd boys. Jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Jullie waren helaas niet sexy genoeg, jullie hebben verloren. En dat betekent dat jullie de tegenpartij moeten promoten in deze camera. Zij mogen zeggen wat ze willen hebben. Dus als jullie hier komen staan... Weet wat, mijn album is al uit als dit uitkomt. Ja. Ik wil graag dat je hem promoot. Hij heet Waterman. Waterman? Ja, toch? Ja, oké. Okay. Negatief moet zeggen, MRD is de engste rapper van Oost. Oké, heren, zijn jullie klaar? Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1... Oké, Lazy, je hebt de laatste tijd al heel veel shit gehoord. Maak je ooit gewoon nieuwe album van Jack. Waterman, het is al uit. Misschien heb je geslapen. Luister het. Luister het. Kan je het alsjeblieft luisteren? Ik heb verloren, man. Je moet het luisteren. Hé, jij hebt ook nog iets te zeggen. Ja, ik moet ook iets zeggen. Ik stap even aan de kant. Nou, mijn naam is Maurits Robert Delschot. En omdat ik de hele wereld inspireer, heb ik MRD dus ook geïnspireerd met zijn rapnaam. Want MRD, afgekort, staat voor Maurits Robert Delschot. Dus eigenlijk is hij gereïncarneerd in de gaven die ik had en weg heb gezet. Is bij hem gekomen. Dus hij is de engste rapper uit Amsterdam-Oost nu. Wauw, net als een MRD-speech, man. Ja, man. Oké, mag ik nog één ding zeggen? Ja, de Laura, mijn dochter is heel erg fan van jou. En ze had me gevraagd of ik zou willen checken of ze een keer bij jou bij een optreden mag en dan backstage. En ik wil er wel voor betalen, maar ik rap niet meer, dus eigenlijk liever niet. Maar als je het zou willen doen, heel tof. Yay! Sexy Boys, mooi gesproken. Dit was weer Red Bull Rap Champs van deze week. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik wil natuurlijk de teams bedanken. Sexy Boys. Woehoe! Weinig geklap. Andrew Tate. En natuurlijk voor show bangers, man. Give it up. Pow. Wil je op de hoogte blijven van alles wat hier gebeurt? Volg dan de socials van Red Bull NL. En natuurlijk abonneren op het YouTube kanaal van Complex NL. En dan blijf je gewoon op de hoogte. We hebben ons ding gedaan. Nu jij nog. Like het. Laat weten wie je wil zien. En al die dingen daar. Tot de volgende. Love!